Ja, hallo en welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Hier hoor je de wetenschap direct van de bron zo je oor in. Ik ben Sophie Frankemolen met vandaag de vraag: waarom leven mensen eigenlijk nog jaren door nadat ze kinderen hebben gekregen en te oud zijn om nieuwe te krijgen? Wat heb je daar biologisch en evolutionair aan als mensheid? Fysioloog Jan Hindrik Ravesloot vertelt je in deze aflevering waarom zo'n beetje alle 40-plussers eigenlijk het loodje al hadden moeten leggen. En natuurlijk ook waarom dat niet het geval is. Dit is de Universiteit van Nederland. Van de wieg tot het graf is opgaan, blinken en verzinken. En over dat verzinken is natuurlijk, daarmee wordt natuurlijk bedoeld de veroudering. En over die veroudering is wel een aantal interessante zaken op te merken. En dan laat ik beginnen bij het allereerste begin. Onze heelal is 14 miljard jaar oud. En de aarde is daar ongeveer 4,5 miljard jaar geleden in ontstaan. We hebben een evolutie van 3,8 miljard jaar achter de rug. 3,8 miljard jaar op deze planeet. En die planeet bood ons alleen maar gevaar. Aardbevingen, stenen, vallen, microbiologische gevaren, bacteriën, parasieten, schimmels, macrobiologische gevaren, sabeltandtijgers, leeuwen, honden, wolven, soortgenoten mensen die mij naar het leven stonden. En chemische gevaren. Wij weten van nature niet wat goed is om te eten. Dus wij zijn uitgerust met een reflex om ons daarbij te helpen. De braakreflex. Dus nu is het een reflex die nauwelijks meer, tenzij je een avondje gedronken hebt, nauwelijks meer wat doet. Maar je moet je voorstellen dat gedurende die miljarden jaren evolutie, die paddenstoel rood met witte stippen, die zag er wel lekker uit. En als we die opaten, alle dingen kun je eten. Alles is eetbaar. Sommige dingen maar één keer, maar alles is eetbaar. En we hebben die prijs, wat er nou wel niet eetbaar is, hebben we betaald. Die chemische gevaren, die hebben we betaald met mensenlevens. En we zijn zo verstandig geweest om die kennis op te slaan in boeken en geschriften en wat niet. Nu het internet. Ons lichaam moest zich staande houden. Het lichaam wat u hier ziet en wat ik verbeeld in mijn 51-jarige is een lichaam. Er zijn de zonen en de dochters van de mensen die miljarden jaren hier rondgelopen hebben, die gevaren konden bevechten. En daarbij hadden we nog één andere taak. Dat was ons voor te planten. Ons lijf is gebouwd om enerzijds zo snel mogelijk geslachtsrijp te worden en anderzijds om in die periode voldoende energie te hebben om die gevaren op een afstand te houden. Dus die biologische gevaren, die chemische gevaren, die fysische gevaren. Dat lijf is gebouwd om voor te planten dan nog een jaar of 15, 20 goed te blijven om die kinderen, die immers hulpeloos zijn bij de geboorte, groot te brengen. En daarna is het over. Wij hebben evolutionair wel alleen maar recht op voortplanting. Opgaan, blinken en verzinken. Dat verzinken is in die oude dagen, na een jaar of 40, reken maar uit. Je bent geslachtsrijp in de oude dagen, rondom je 15e, 16e, 17e als je meisje bent. Maar op je piek als je 20 bent. Mannen ook zo rondom die leeftijd. Dan heb je nog, dan baar je eerste, tweede of derde kind in die eerste jaren. Dan moet je er nog 2 decades, 20 jaar bij blijven. Dan kom je ergens bij 40, 50 uit. En dat is waar ons lichaam voor gemaakt is. Ons lichaam is gemaakt om 50 jaar te functioneren. En daarna valt het ten prooi door gebrek aan energie. Doordat we op zijn, doordat al onze energie zit in de gevaren van deze aarde. En daarna vallen we ten prooi aan die 3 gevaren die ik zojuist noemde. En komen we te overlijden. Inderdaad, tot 1900, tot 1850, daar was de gemiddelde levensduur en de gemiddelde levensverwachting van mensen precies dat. 40, 50 jaar. En dat is een nare boodschap voor de moderne mens. We hebben inmiddels al die gevaren buiten gesloten. En wij hopen en wij denken en wij eisen eigenlijk van het leven dat we lang leven. Dat we niet verouderen. En dat mag u ook. Dat mag u ook wel willen. Maar onthoud dat het lichaam gebouwd is om voor te planten. Niet om lang te leven. Die snelheid van veroudering wordt bepaald door genetische factoren, blijkt, en door omgevingsfactoren. En ik zal 2 genetische voorbeelden noemen. De eerste is, kijk naar je eigen ouders. Als die nu nog in goede gezondheid leven, dan niet ziek zijn, dan kun je daar als kind een zekere geruststelling aan ontlenen dat je ook ongeveer zo oud kan worden. Een tweede, wat sterker voorbeeld is de tijd die zit tussen het overlijden van een-eigen tweelingen en twee-eigen tweelingen. Nou, een beroemde een-eigen tweeling zijn Ronald en Frank de Boer natuurlijk. Als twee-eigen tweelingen, dus die ontstaan uit een eigen moederlijk ei en een ander eigen moederlijk ei, dus twee genetisch verschillende individuen, als die ter wereld komen en als de ene overlijdt, dan zit er statistisch gezien 75 maanden totdat de tweede overlijdt. Maar als je nou één ei bent dat in tweeën valt, waardoor je twee genetisch identieke individuen krijgt, en die komen ter wereld, die leven, de ene komt te overlijden, dan zal de andere binnen 32 maanden, de helft daarvan, overlijden. Een belangrijke aanwijzing dat genetische factoren een rol spelen bij die verouderingsprocessen. En natuurlijk kennen we allemaal al die progeria-patiëntjes die één mutatie hebben in één eiwit, waardoor ze razendsnel verouderen. En er is nog wel een aantal van die voorbeelden te geven. En natuurlijk een sprekend voorbeeld is de vrouwen, die langer levende mannen. Genetisch zijn ze anders. Ze hebben oestrogeen, ze hebben iets anders, waardoor ze niet alleen leuker zijn vanuit mijn perspectief, maar ook gewoon langer leven. Als veroudering je niet snel genoeg kan gaan, dan is er wel een aantal levensstijladviezen te geven waardoor je die veroudering lekker kunt versnellen. En we kennen ze allemaal. Ga dan lekker roken, ga dan veel drinken, zorg dat je heel veel vet binnenkrijgt en zorg dat je zo min mogelijk beweegt. En als je het helemaal gek wil maken, doe dan ook nog van alle soorten drugs bij. Dan verouder je echt pijlsnel. Wat veroudert er nou aan het menselijk lichaam? Nou, als je naar mannen en vrouwen kijkt, wordt eigenlijk alles. Bij mannen wordt eigenlijk alles kleiner, schrompelen in elkaar, de hartslag wordt lager, de spierkracht wordt minder, we horen, zien en ruiken minder, de zenuwgeleidingssnelheid gaat achteruit, we maken minder urine, minder snel urine, we kunnen minder snel tegen hitte en koude, dus we kunnen minder goed tegen uitdroging of we drogen juist uit. Dat is waarom een hittegolf vrijwel altijd een verhoogde sterfte geeft onder oudere mensen, omdat ze dat niet meer goed kunnen reguleren. U en ik gaan naar de kraan, maar oudere mensen hebben daar moeite mee, omdat ze dat gewoon minder voelen en daar zullen ook sneller komen te overlijden. Het enige wat constant blijft, is de persoonlijkheid. En daar zit een levensles in. Als je nu een partner hebt met een irritante trek, waarvan je denkt van, gat. En je denkt bij jezelf, want bij wie anders moet je denken. En je denkt bij jezelf, nou, dat gaat er in de loop van de tijd wel uit als die wat ouder wordt. Die persoonlijkheidskenmerken, tenzij er natuurlijk een dementie ontstaat, die persoonlijkheidskenmerken zijn constant gedurende de tijd. Dus een chagrijnige meneer blijft chagrijnig, een vrolijke vrouw blijft altijd vrolijk. Wat een mooie illustratie is van het feit dat moeder natuur veroudering niet belangrijk vond, is af te lezen aan een viertal, misschien wel een vijftal biologische Januskop. U weet die Griekse kop Janus, die glimlachte je als je naar de stad toe ging, dan glimlachte die je toe. Maar als je van de stad afkomt, zat je diezelfde kop op de achterkant en die keek je grimmig aan. En de Januskop zit in ons lijf. En de eerste Januskop die ik wil presenteren is de prostaat. Een fantastisch orgaan, want die maakt dat blubberige witte spul waarin die zaadcellen keurig netjes een afstand van een centimeter of 20 kunnen overbruggen. Zelfs vliegend kunnen overbruggen. En dus een uitstekend orgaan om de voortplanting te dienen. En moeder natuur vond het ook fantastisch om dat te monteren in mannen. Maar ditzelfde orgaan zal ook de levensduur bekorten, omdat het orgaan is waarbij mannen het vaakst, het meest frequent kanker in voorkomt. En heel veel mannen gaan dood met prostaatkanker. Een aantal mannen gaat dood van prostaatkanker. Moeder natuur interesseert het niets. Je hebt je inmiddels al voortgeplant. Die kanker komt typisch na het vierde, vijfde decade komt hij erin. Bij mannen nog wat later hoor. Maar moeder natuur, meedogenloos. Haalt haar schouders op. Je hebt je voortgeplant, daar heb ik hem voor gemaakt. En langlevendheid, daar had ik het niet voor bedoeld. Het equivalent zit in de vrouwenborst. Perfect orgaan om de voortplanting te dienen. Het melk geven aan een baby, vetrijke melk. Dus de vrouw heeft die typische vetverdeling op de heupen en bij de borsten om de melk te verrijken met vet, waardoor de baby hoge overlevingskansen heeft in een anderszins vijandige aarde. Een prachtig orgaan dat de voortplanting geweldig dient, maar 1 op de 10 vrouwen zal ook haar leven bekort zien omdat het orgaan na die vierde, vijfde decade, nadat de kinderen groot zijn, eigenlijk ten onder gaat aan kanker. Ander voorbeeld zijn glucose en vet, suikers. We hebben die geadopteerd omdat ze waanzinnig energiek zijn. Ze geven ons energie. Energie waar je als 20er nu waanzinnig van profiteert. Maar vraag maar aan een 40er of een 50er hoeveel energie zij nu hebben vergeleken met 30 jaar geleden. Toen zij 20 waren, zullen ze zeggen, man, ik ben blij dat ik thuis ben 's avonds. Ik krijg mij de deur niet meer uit na 8 uur, 9 uur 's avonds. En jullie als 20ers, jullie gaan makkelijk om 11, 12 uur nog naar een feest en gaan de nacht door, schutten vol op met je kop. Je barst van de energie. Ja, dat moet je gebruiken om die kinderen groot te brengen. Die kleine larven, die parasieten die je energie leven leeg trekken. Die energie halen we uit chemicaliën en we hebben geadopteerd glucose en vet. Glucose is een gif. En als je dat niet gelooft, vraag dat maar aan een diabetespatiënt. Zeker diabetespatiënten bij wie die glucoseconcentratie, de suikerconcentratie in hun bloed heel vaak heel hoog is, die krijgen hele nare en vervelende complicaties. Dat glucose is een lijmstof. En het is als plakkerig al als u stroop heeft, maar het is ook in uw lijf plakkerig. Het plakt zich op lenzen waardoor je staar krijgt. Het plakt zich op je netvlies waardoor je niet meer goed kunt kijken. Het plakt zich aan kleine zenuwen, kleine bloedvaten. Het zorgt voor ontstekingsreacties. Ook de levensduur van diabetespatiënten, als die niet goed gereguleerd zijn, is sterk bekort. Glucose is een gif. Het is een geweldig molecuul. Je haalt er energie uit. Fantastisch om kinderen mee groot te brengen. Maar als je te lang te hoog is, dan zal het ons levensduur bekorten. 40ers zijn gelukkig nu niet meer dood. Maar hadden we 150 of 200 jaar terug geleefd, dan waren we ten prooi gevallen door gebrek aan energie, door microbiologische en macrobiologische predatoren. We hadden geen energie meer over om ons nog te verdedigen tegen de aarde die de aarde geeft. Veroudering is een proces dat zich op maar liefst 4 of 5 lagen van je lijf afspeelt. Je DNA veroudert. Dus ik geef fouten in het DNA over aan mijn zoon, omdat ik bestraald word door de omgeving. Er komen fouten in en op generatie per generatie zal het DNA slechter worden. Op moleculair gebied zullen er radicalen altijd zijn, gemene stoffen gemaakt van zuurstof die andere eiwitten in de cel kapot maken. Op cellulair gebied, op de celgebied, zullen altijd chromosomen korter worden bij iedere celdeling. En op systemisch gebied zal mijn immuunsysteem op een bepaald moment er de brui aan geven. En zal mijn vermogen om stress te hanteren zal minder worden. Kortom, het mooie nieuws is, het leven op aarde is fantastisch. Ik zou het niet willen missen. Vond je dit een leuke en leerzame aflevering? Fijn! En dat komt goed uit, want onze playlist staat bomvol met andere interessante wetenschapsvragen. En er komen er elke week 2 bij. Mijn naam is Sophie Frankemolen. Heel graag tot de volgende podcast.